deze paarden volgt op dit ogenblik dan Giant Starlink voor Dreamline Promise, Andreas Wageman en Kronos. Golden Avenue brengt ze mee de laatste bocht in. Vaki Holderson op de tweede plaats. Daarachter aan de buitenzijde Forget About It. Aan de binnenzijde ligt gesnoekerd Crystal Sun. Zo zijn we dan halverwege de laatste bocht. Aan de buitenzijde komt Giant Starlink, die overvleugelt op dit moment ook Crystal Sun. Gaat daarmee naar een vierde plaats en we komen richting laatste rechte lijn. Golden Avenue heeft de leiding nog altijd. Forget About It op de tweede plaats. Vaki Holderson ligt in derde positie. Dat is de situatie bij het indraaien van de laatste rechte lijn. Andreas Wageman wordt ingezet vanuit het achterveld. Golden Avenue krijgt het nu aan de stok met Forget About It. Als ze de laatste 50 meter ingaan. Golden Avenue met Forget About It. Golden Avenue houdt stand voor Forget About It. Golden Avenue de grasvreter. Hij wint het. Forget About It tweede. Vaki Holderson derde dan Crystal Sun en Kronos. Uitslag in totaliteit officieel. De koers werd gewonnen door nummer 1 Golden Avenue in een kilometertijd van 1.23.1. Tweede geplaatst nummer 9 Forget About It. Derde de 6 Vaki Holderson. Vierde de 2 Crystal Sun. En vijfde de 5 Kronos. 1.96.25 officieel. Sorry Marten, hij was officieel hè, zei jij. Martin de Waal. Ja, hij is officieel. Ik heb hem al helemaal omgeroepen, Rogier. Buitengewoon, buitengewoon. Ik werd wat afgeleid. De wethouder is er weer bij vandaag. Mooi, wethouder Harsma, om de wethouder hier weer aanwezig te hebben. Geweldige sport in de Noordoostpolder. Mooie winnaar Golden Avenue. 6 jaar deze bruine ruin. Alien Donan uit Volpix. Himia gefokt door het bezit van Dennis Minema. Hij wordt ook door Dennis getraind op stal bij zijn werkgever Bas Krebas. En Dennis kan lezen en schrijven uiteraard met hem. Het stilstaan, dat is niet zijn grootste hobby. Maar het heeft wel eraan bijgedragen dat mijn conditie een stuk beter is geworden, Dennis. Want hij blijft maar winnen. Alleen vind ik het wel bijzonder dat je op 1900 geklopt wordt door Bizar Zandberg. En over 3100 van wind van Forget About It. Ja, maar hij voelde vorige keer duidelijk niet goed. Was hij gewoon lauw. En nou was hij veel grager. En ja, dan doet hij het wel. Oké, en je hebt dat laten onderzoeken of was dat gewoon zijn dag niet? Nee, dat was gewoon zijn dag niet, denk ik. En, hij maakt vandaag weer goed. Hij draaft heel goed. En hij is goed attent onderweg. En die paarden komen ernaast en dan gaat hij gewoon weer. Ik wind heel makkelijk. Hij gaat nooit meer weg, hè, nu? Nee, als hij uitgekoerst is, dan is hij voor Anita, voor mijn vrouw. Hij kan nog een paar jaar door, denk ik. Ja, denk ik wel. Maar dan krijg ik denk ik ruzie thuis. Dit was wel een mooie, hè? Dat is een hele mooie, ja. Dat was mijn eerste van dit jaar in Emmeloord. Dus, kan je nagaan. Al dus Dennis Minema, hij slaat hier toe. Met nog altijd iets wat drukke Golden Avenue. Bloemen gaan naar moeder Minema. Bas heeft een mooie dag. De derde Bas, dacht ik even, uit mijn hoofd. Ja. Niks te klagen. En dan kunt u in de handen, dames en heren, voor de winnaars van de off-road verhuur. Bricks and Stratton, steerskampioenschap van Emmeloord. Geweldige winnaar, Golden Avenue, Dennis Minema. Startvrij. Deelnemers, startvrij. Standby. En de start is gevallen voor deze steerskoers. 3 volle ronden te gaan. En het is na de start Golden Avenue, zoals ze die ook op Duindicht kennen. Direct doorschietend naar de kop. Heeft de leiding genomen, Golden Avenue, als ze voor de eerste keer langskomen. Heeft een halve lengte voorsprong. Want aan de buitenzijde dringt Vaki Holderson aan. Als ze de eerste bocht indraaien, ligt Bogayar aangesloten derde. En op de vierde plaats Dreamline Promise. In vijfde positie dan Crystal Sun. Dan een gat van een lengte of 4 tot Andreas Wageman. Gevolgd door Forget About It, Kronos en Giant Starlake. Zodra je de paarden over zijn.
zijde van de baan op. En Golden Avenue, die dicteert de tempo. Doet dat met een lengtevoorsprong op Vaki Olderson, die attent volgt. Anderhalve lengte daarachter ligt Bogejaar derde. En op een lengte daarachter volgt dan Dreamline Promise als vierde. De vijfde plaats is voor Crystal Sun. Een gat van drie lengte Andreas Wageman. Daarachter volgt Forget About It, die gevolgd wordt door Giant Starlake. En Kronos is Tela en Charlie. De paarden gaan voor de eerste maal de manegebocht in. Nog altijd onder aanvoering van Golden Avenue, die een lengtevoorsprong heeft op Vaki Olderson. En die wordt op een lengte gevolgd door Bogejaar. Vierde onveranderd Dreamline Promise. En vijfde nog altijd Crystal Sun voor Andreas Wageman. Forget About It, Giant Starlake. En Kronos is nog altijd de hekkensluiter. Als ze de bocht uitkomen, de rechte lijn voor de tribune ingaan. En er eigenlijk nog helemaal niets veranderd. Dit is echt wat je noemt de ganzenpas. De Indian File, zoals de Engelsen dat zeggen. Paard achter paard, aangesloten achter elkaar met Golden Avenue, de leider voor Vaki Olderson, Bogejaar. Dreamline Promise, daarachter is het dan Crystal Sun met Andreas Wageman, Forget About It. Giant Starlake, Kronos is laatste. Ja, en Ricky Wester zit natuurlijk met een praktisch probleem. Want hij zal de enige zijn, denk ik, die het vuile werk op moet gaan knappen. Die anderen gaan dat niet voor hem doen. De vraag is even wanneer. Hij heeft natuurlijk een fantastisch paard voor de kar. Maar kan er nooit gerust op zijn met Golden Avenue aan kop van het veld. Hij heeft een lengtevoorsprong op die mede-favoriet paard nummer 6, Vaki Olderson. Dat is de situatie als de paarden op weg gaan naar de overkant van de baan. Achter deze deelnemers is het dan Bogejaar. Die wordt gevolgd door Dreamline Promise. Dan is het Crystal Sun met op een lengte daarachter dan Andreas Wageman. Lengte verder weg dan het nummer 9 van Forget About It. Aansluiting is er aan de binnenzijde voor Ruud Pols met zijn Giant Starlake en Patrick van Ooyen. Hij gooit dan maar de knuppel in het hoenderhok met zijn Kronos. Komt aan de buitenzijde wat naar voren als de deelnemers de verre linkerbocht weer op gaan zoeken. En er vooralsnog weinig gebeurt in deze steerskoers. Maar wat niet is, kan nog komen. En het is Dennis Minnema die met Golden Avenue hier het tempo bepaalt. In een zetel daarachterop de vlieger met Vaki Olderson. Geweldig gaat mee in dit geweld, paard nummer 3, Bogejaar. En daarachter zien we dan een kort moeilijk momentje voor Wester en zijn paard Forget About It. Maar ja, het was maar schijn. Hij gaat nu toch echt de aanval openen. Wordt nog wel vooraf gegaan. Krijgt dan misschien toch een rug door Arend Tevreden met zijn Crystal Sun. En zo schuift het veld dan een beetje in elkaar. In deze off-road verhuur. Briggs & Stratton. Steerskampioenschap van Emmeloord. Met zo dadelijk nog een volledige ronde te gaan. En het spel moet eigenlijk nog op de wagen. Maar hele goede papieren. Heeft Dennis Minnema aankop met zijn Golden Avenue. Geldt ook voor de vlieger. Maar ja, vlak hem niet uit. Forget About It. Hij kan alles. Ja, het spel is nog niet op de wagen, maar er komt toch wel een beetje beweging in het veld. Bogejaar maakt een galoppade en die kan de draf niet houden. We gaan met een tempoverhoging van... Uitgeschakeld nummer 3. Laatste overzijde op met Golden Avenue die nog altijd Vaki Olderson met een lengte leidt. En op de derde plaats erachter Crystal Sun. Zo zijn we voor de laatste maal aan de overzijde van de baan. Forget About It is de sluipmoordenaar letterlijk in de wachtkamer. Sluipen doet hij. Iedere keer een half plaatje goed maken. Hij komt nu uit op een gedeelde derde plaats. Achter deze paarden volgt op dit ogenblik dan Giant Starlake voor Dreamline Promise, Andreas Wageman en Kronos. Golden Avenue brengt ze mee de laatste bocht in. Vaki Olderson op de tweede plaats. Daarachter aan de buitenzijde voor Forget About It. Aan de binnenzijde ligt gesnoekerd Crystal Sun. Zo zijn we dan halverwege de laatste bocht. Aan de buitenzijde komt Giant Starlake, die overvleugelt op dit moment ook Crystal Sun. Gaat daarmee naar een vierde plaats en we komen richting laatste rechte lijn. Golden Avenue heeft de leiding nog altijd. Forget About It op de tweede plaats. Vaki Olderson ligt in derde positie. Dat is de situatie bij het indraaien van de laatste rechte lijn. Andreas Wageman wordt ingezet vanuit het achterveld. Golden Avenue krijgt het nu aan de stok met Forget About It. Als we de laatste 50 meter ingaan, Golden Avenue met Forget About It. Golden Avenue houdt stand voor Forget About It. Golden Avenue, de grasvreter. Hij wint het. Forget About It tweede. Vaki Olderson derde dan Crystal Sun en Kronos.